Yo mensen, groeven van DPNL! En vandaag, mensen, je gelooft het niet. Ik heb er een. Ik heb een team of the year. Het is niet te geloven. Jullie hadden gedacht van het gaat niet meer gebeuren. Nee, ik zweer het je. Ja. Ik heb natuurlijk Shearer gepakt. Oh, ik heb nog niet in mijn. Ik heb nog niet in mijn team staan. Daar is hij dan, Robertson. Ongelooflijk, ja. Ik weet niet. Ja, ineens had ik hem. Ja, ik weet niet precies waarom er staat dat er 4 eigenaars zijn geweest. Snap ik niet helemaal. Oh, oké. Het was een leugen. Ik heb er geen gepakt. Ik heb er gewoon geen gepakt. 20.000 euro. Nee, dat is niet realistisch. 10. Nee, ook niet. 1000 euro. En ik heb er gewoon geen gepakt. Het is echt ongelooflijk. Het is echt niet te filmen. Mensen, abonneer alsjeblieft uit respect op mijn kanaal. Druk op het abonneerknopje. Druk nu op het abonneerknopje. Of anders pak jij nooit meer een goede speler. Dat zou toch jammer zijn. Doe ook een like op deze video. Als je like, maak je kans op deze lelijke stinkvogel. Kijk, dat wil je. Mensen, ik heb dus Robertson. En ja. Ja, ik heb er gewoon geen gepakt. Ik heb alleen Shearer gepakt. 2 keer. Zoals je in de vorige video had kunnen zien. 2 keer Shearer. Ik kwam er laatst achter dat mijn hele bank bestaat eigenlijk wel uit redelijke... Nee, hij niet. Hij moet op. Ik heb Nakajima, Toko Ekambi, Osetutu. Ronaldo, niet echt een meme. Die is gewoon goed. Mijn team is ook gewoon exact hetzelfde. Maar nu heb ik dus Robertson. En wat ik nu ga doen, mensen. Ik wil gewoon graag met het team of the year spelen. En ja, aangezien ik ook nog eens Tantuskeer ben. Omdat ik wel eens packs open met coins en zo. Echt, oh. Je moet geen packs open met coins. Je moet packs open met video points. Die je dan weer kan kopen met de goed. Van ik wil te goed.nl. Dat staat een link in de beschrijving. Koop jouw groepkaart op Ik Word Te Goed. Je hebt nu ook PlayStation Plus tegenwoordig. Dus dat moet je kopen op Ik Word Te Goed. Ja, koop gewoon. In ieder geval, we gaan spelen met Robertson. En ik ga Robertson in de spits proberen. Aangezien hij gewoon goede stats heeft. Dus waarschijnlijk is hij gewoon fucking goed. We gaan de Vision Rivals doen. Zoals je weet, is dat mijn niveau. I'm absolutely be. Oh. Krijg nou 2 Jumbo Goud pakketten. Misschien Team of the Year. Nee, dat kan niet. Is dat. Is dat even mooi? Dan kan ik gewoon naar ikwordtegoed.nl. Mensen, ik ga je nu live laten zien hoe snel je te goed kan kopen. Ik ga 12 maanden. Nou, vul ik even alleen mijn naam en e-mail in. De rest hoef je namelijk niet in te vullen. Dat is echt ideaal. Maar ja, daar heeft natuurlijk niemand zin in. Land moet je wel. Nederland. Kijk mensen, ik ga nu eens afrekenen. Bestelling afronden. Gaan we nu terug naar de site. Boom. Is hij. Jawel. Nou, dit was zeker een seconde of 6 geduurd. Ik heb trouwens een vraag, mensen. Nu jullie toch aan het kijken zijn terwijl ik deze code aan het invullen ben. Wat echt super. Dit is content. Dit is echt content. Volg je me nou al op Instagram? Zo niet, doe het. Ik post echt leuke memes in mijn story. Al zeg ik het zelf. Het is echt leuk. Echt herres. Hij zijn gewoon herres. Sorry voor de mensen die geschrokken zijn. Ook sorry voor de mensen die in de woonkamer keken. En waarvan de ouders nu een Tia hebben gekregen. Oké. Hij heeft Team of the Year Mbappé. Die had ik moeten hebben. Die was bestemd voor mij. Wat heeft hij voor team? Oh, sowieso een challenge. Ha, lekker voor je. Die doe ik lekker niet. Ha. Ik moet ze wel gaan doen, hè, mensen. Ik heb dus even nagedacht. Ik moet vanaf nu elke challenge gaan halen. Elke icon swap. Anders kan ik niet de mid-icon pack doen. Die ik natuurlijk zeker wil doen. Want ja, die mid-icon pack is gewoon voor mij weggelegd. Laten we daarop houden. Even serieus. Kom op, hè. Ja, ik doe Ronaldo naar de plek van Dembele. En dan zet ik hier. Robertson. Wat doe ik? Hij speelt toch alles op MLP. Die is waarschijnlijk heel goed. Gok ik, hè? Zo, gok ik zomaar. Ah, ik kan niks van MLP. Ha. Wie is MLP dan? Die kan er helemaal niks van. Oh, MLP. Oh, Neymar. Dan denk ik aan Neymar. Want daar brandt nu Wat? Dan denk ik aan Brabant. Want daar zit Mark in een gesticht. Nee. Ronaldo, boom. Oh. En nu komt Robertson erin. Andrew Robertson. Dat zou een leukere naam zijn. Besef, mensen, weet je wat eigenlijk mijn video-idee was oorspronkelijk? Was om met Robertson en met Alexander Arnold in de spits te spelen. Maar toen bleek dat Alexander Arnold 1 miljoen kost. Oh, 1 miljoen. Ik heb helemaal geen coins meer. Ik ben echt zo scared. Het is echt triest gewoon. Robertson. Boom. Wat een goaltje, jawel. Oh mijn god. Hij gaat niet lieven, hè? Gaat hij lieven? Robertson, oh mijn god. Snel het nummer aan. Ja, hij heeft Zidane. Leuk. Oeh. Ah. I wanna know. Andy Robertson. Ja, meteen wissel. Hij grijpt meteen in de scheids. 4, 8, 12. 36, 12. Ik ben mijn tekst kwijt. Oh, ruik je dat ook, jongens? Ruik je het ook? Ik ruik een easy win. Oh ja, dat is het, ja. Robertson, jawel, geen enkel probleem, hoppakeetje. Robertson, wat een leuke jongen. Ja, Andrew. Hop, lekker, ik ben echt goed jongen in FIFA, ik zweer het je, dit is echt mijn. Nee, vooruit ertussen, ah, zakkie, kak. Ja, ik kan nu heel leuk die tweet laten zien van Robertson van Sucks being broke at this age, hashtag need a job, ha. Maar dat heeft Mattie al gedaan, dus ja, ga ik niet doen.
grapje is hij toch. Wat een goede tweet. Wat een goede tweet. Robertson, goed. Bam. Ah, hoe stopt hij dat? Robertson, boom. Zullen we gewoon doen alsof hij erin zit? Ja, Robertson, wat een goal. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Okay, daar zijn we weer. Het staat nog steeds 1-1. Robertson, korte hoek. Verre hoek. Weer? Ja, Robertson. Hattrick. Ongelooflijk. Dat meen je toch niet? Werelds. Ongekend. Wat een speler. Dit meen je toch niet? Hoezo krijg je hier nou weer een penalty tegen? Waar slaat hij nou? Ik word helemaal scheidziek van die penalty's die tegen, jongen. Echt helemaal niet goed. Ik zweer het je. Ik weet je naar rechts gaat. Bam. Easy save. Oh, dit geeft me echt zo'n moment. Oh, wat is hij gedaan? Hashtag boycott leenspelers. Alsjeblieft, EA. Boycott leenspelers. Jongens, ik heb dus laatst mijn eerste Scorpion kick gescoord op FIFA. Kom binnenkort in een video. Echt vet, jongen. Vet. Echt heel erg herres. Ah, hij zei gewoon herres. Goed balletje terug op Mbappé. En Mbappé door op Robertson. Prachtbal. Goal. Hij zit er gewoon weer naast. Oh. Ik ga gewoon niet meer juichen, want er staat... Ja! Robertson, jawel! Nee. Het is echt niet leuk meer. Het is echt niet leuk. Robertson, goed. Goed gedaan. Ah, oh, duurt te lang. Robertson, bam, goal. Nee, dit kan toch niet? Goed, Neymar. Op Robertson, boom! Jawel, hij scoort 2-2. En nu is echt... Ja! Hoppakeetje, mooi. We hebben weer een nieuwe celebration. Die kunnen we weer gebruiken straks als we weer niet scoren. Maar dat we wel een nieuwe celebration. Mooi. Andrew, wereldbal, Neymar. Neymar scoort, jawel. 2 goals en een assist. Neymar met een goal, ja. Gewoon weer een overwinningje binnen. Geen enkel probleem voor de DNP-master. Oftewel, Nederlands beste FIFA-speler. Waarom maakt hij eigenlijk goal? Maakt me niet uit, ik ga wel dabben. Haha! 2 potjes in, 2 gewonnen. Jongens, dit is een nieuw record. Maar echt, 2020, I'm starting with new vibes right here. Met deze aan zijn team. Ja, dan denk ik gelijk, dit team is echt... Herres. Kijk, hij stapt heel hard in. Dat zie ik al. Ik weet nu dat hij hard instapt. Wat ik dan doe, ik doe gewoon een kappenwinkje. Hoppakee, en eromheen. Lekker hoor. En Robertson gewoon korte hoek. En dan mis. Dat is echt lekker. En dan Neymar met een van de superleuke doelpunten scoorde 1-0. Maar ik ben niet blij. Want het was niet Robertson die scoorde. Feit is wel dat ik mijn derde potje op rij ga winnen. Oftewel, dat ik de beste FIFA-speler van Nederland ben. Zijn er nog e-sporters die me uit willen dagen? Kom maar, stuur me maar een Insta-DM. Een fantastische bal op Robertson. En die krulde me zo in 2-0. Hoppakeetje, natuurlijk. Robertson. Geen enkel probleem voor onze schot. Heerlijk. Ik zweer je, hij is gewoon qua speler best goed. Alleen zijn afmaak is niet heel goed. Aangezien hij 75 shooting heeft, wat op zich ook wel. Logisch dat dat niet heel goed is, maar... Ronaldo... Robertson, wat een paasje niet, Neymar. Egoïsme, nee. Come on, man. Robertson. Oh, jongen, als je die toch binnen had geschoten, jongen. Dit is een uitstekende bal. Oh, dat is echt een goede bal. Oh, echt respect voor die bal, man. Dat is echt goed, zeg. Jammer. Baal ik van. Ja. Nee, ik wacht te lang. Maar een score is nog, want rebound zijn een bitch in het spel. Boom, je nee. Wat een sliding. Wereld. Hier word ik dus echt vrolijk van. Ik vind een sliding vind ik mooier dan een mooi doelpunt. Een mooie sliding is echt fantastisch. Wat heb je liever? Ook zo'n vraag altijd van die spelers. Wat heb je liever? Scoren of een assist geven? Wie de heck is er voor assist geven? Kom op nou. Wil je gewoon scoren? Oh, dus betekent dat alles om mij draait? Omdat ik net een doelpunt heb gemaakt en belangrijk geweest ben? Of doe je dat ik degene ben die de paas geeft? En dat niemand aan mij denkt. Want ik gaf alleen de paas en iemand anders scoorde het doelpunt. Wat veel belangrijker is. Want als hij het doelpunt niet scoort, dan heb je helemaal niks gehad aan mijn paas. En wordt mijn paas voor altijd vergeten. Nee, doe mij dan toch maar die paas. Zag je dat hoofd? Zag je dat hoofd van die Butragueño? Wat is dit nou weer? Oh. Nee, oh, wat een slechte kappenweging. Ik dacht, ik ga er zo omheen, weet je wat dacht ik. Ja, dat dacht de biep boepa. Die dacht er anders over. Ah, jongens, heb je ook eens dat... Ik wou zeggen, heb je ook eens dat je moe wordt van jezelf? Maar ik moet zeggen, heb je ook eens dat je moe wordt van mij? Maar dat antwoord is natuurlijk nee! Dikke vette huts! Ja, kom Robertson, gaan Robertson, nee! Nee, ik heb het helemaal verpest. Oh, wat heb ik het verpest? Ik ging 3-1. Net als de score trouwens. Hop. En toen... die draait er wel lekker omheen, moet ik zeggen. Harit. Heeft hij ook ingewisseld. Ik zie hoe aanvallend hij speelt. Zou je denken dat er toch op zin nog wel een goaltje bij zou moeten kunnen geprikt worden? Ah, dat is goed gekiept. Ja, zie hem naast. Wat een slechte FIFA-speler. Nou, dan kan natuurlijk niet iedereen zo goed zijn als ik. Want dan zou iedereen top 100 halen. Gaat toch lastig dat er 100 plekken zijn. Oké, Robertson is op. Hij is klaar. Hij kan niet meer. Ik zou toch zeggen, die heeft unlimited stamina. Aangezien hij echt ook al vrij stamina heeft. Maar dat is niet zo. Mensen, we hebben gewonnen. We hebben weer gewonnen. Het is ongelooflijk. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. En vergeet me niet te volgen op Insta. Mijn Instagram is Koen. Dan zie ik je weer bij de volgende video. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje
vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg een tonnen. Wauw, je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Hoe noem je een priester in een rolstoel? Een geestelijk gehandicapte. Doei.